In deze video 5 tips die jou helpen om succesvol te worden als ZZP'er. Laat je zien. Ik kom nog zoveel ZZP'ers tegen die niet te vinden zijn online. Ze doen de meest prachtige dingen als ik met ze praat. Maar als ik ze online ga opzoeken, dan zijn ze niet te vinden. Zorg dat je zichtbaar bent online en dat je laat zien wat je kan en wat je doet. En het hoeven geen dure websites te zijn. Daar hebben we social media voor. Maak een LinkedIn profiel. Ben op Instagram, ben op TikTok. Afhankelijk van je doelgroep. Zorg dat je zichtbaar bent en laat zien wat je doet. Concurrentie krijg je als je precies hetzelfde doet als de ander. Oftewel, zorg dat je dingen anders doet. Ik hoor best wel veel ZZP'ers klagen van ja, er is zoveel concurrentie. Ja, dat klopt. Als jij precies hetzelfde doet als al die anderen, dan is er heel veel concurrentie. Dus denk creatief en denk na hoe jouw invalshoek net anders kan zijn. Waardoor klanten zeggen van hey, er zijn inderdaad 1000 timmermannen, maar ik pak die. Of er zijn misschien wel 10.000 copywriters, maar ik pak toch die. Zorg dat je dingen anders doet dan de ander. Ja, en natuurlijk heb je als ZZP'er geen supergroot bedrijf en hele afdelingen en managementvergaderingen en super plannen allemaal. Maar toch, maak plannen. Zorg dat je plannen maakt, want die zorgen voor een stukje sturing. In mijn geval is dat bijvoorbeeld heel simpel een puur omzetplan. Dus ik zeg, volgend jaar wil ik zoveel omzet draaien. En dan kun je daarop sturen. Dan kun je op een gegeven moment in maart of april zeggen van hey, dat gaat wel lekker, ik zit op schema. Of je kan zeggen, hey, er moet nog een tandje bij, want ik ga het niet redden. Het kan ook betekenen op projectniveau. Dat je zegt, hey, volgend jaar ga ik een nieuw project starten met als doel om nieuwe klanten aan te spreken of dingen op een andere manier te gaan doen. Initieer dat project, geef het een begin en een eind en zet het in je jaarplan. Dus met name inhoudelijk en commercieel werk volgens een plan, zodat je iets meer structuur aanbrengt als ZZP'er en wellicht ook makkelijker groeit. Tevreden klanten, daar doe je het allemaal voor. Zo enorm belangrijk. En ik begrijp soms niet goed hoe mensen dit niet hoog in het vaandel hebben staan. Want klanttevredenheid is niet alleen belangrijk voor je bedrijf en voor jou als ZZP'er. Het is ook gewoon leuk. Hoe tof is het als jij iets doet en de klant die zegt, wauw, gaaf, super tof gedaan en ik ben er heel blij mee. Dus zorg altijd dat bovenaan jouw lijstje prioriteiten klanttevredenheid staat. Maak je klanten tevreden. Ik zeg altijd, under promise, over deliver. Oftewel, maak geen beloftes die je niet kan waarmaken, maar maak liever beloftes die jij daarna overtreft. Want zo krijg jij super blije klanten. Maak gebruik van technologie. En we praten er vandaag de dag natuurlijk heel veel over. De opkomst van AI, heel concreet in mijn geval, om je een voorbeeld te geven. En dat heeft echt te maken met zorg dat je open staat voor nieuwe technologie en ervan leert en dingen doet die jou verder kunnen helpen. In mijn geval, ik maak 120 gesprekken per jaar hier achter in die studio. Die gesprekken worden met 3 camera's opgenomen. Die moeten allemaal worden gemonteerd. Dat was handwerk. Inmiddels is dat overgenomen door AI. Ik heb een tool daarvoor. Ik stop de video en het geluid in die tool. Ik zeg doe edit en in een minuutje wordt een complete video gemaakt. Wordt een compleet interview wat ik hier heb opgenomen met 3 camera's wordt volledig geëdit door AI. Heel concreet, dat scheelt mij per video ongeveer een uur werk en ik maak 120 video's per jaar. Tel uit je winst. Dat is gebruik maken van technologie. Kijk vanuit jouw vakgebied wat technologie voor jou kan betekenen en hoe het je kan helpen om je verder te brengen als ZZP'er. Dit waren mijn tips. Ik hoop dat er in ieder geval een paar tussen zaten die jou als ZZP'er helpen om te groeien. Of als je aan het nadenken bent, die jou misschien helpen en stimuleren om als ZZP'er te gaan starten. Want het is super gaaf om ZZP'er te zijn. En daar wens ik je hartstikke veel succes mee. Wil jij meer van dit soort video's kijken? Ik maak regelmatig van dit soort video's. En daarnaast interview ik ook ondernemers op mijn kanaal. Abonneer je dan hieronder op de abonneerknop en tik het belletje aan, want dan mis je helemaal niks meer. Dan krijg je automatisch een notificatie als ik weer een nieuwe video voor je maak. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!